ben in het begin van mijn carrière natuurlijk erg veel bloot geweest. En nu ben ik ouder aan het worden en dan kan je het gewoon niet meer alleen maar op je schoonheid doen. Ik heb meer ervaring, kijk anders naar scripts. Ik ben op zoek naar het verhaal, in hoeverre raakt het me. En ik merk dat ik niet meer zomaar alles uitdoe. Je moet wel echt met iets komen. Ik vind het mooi als het bijvoorbeeld kwetsbaar is. Dat heeft dan nu te maken met mijn eigen levensfase. Ik heb, weet je, mijn lichaam, daar hebben kinderen in gewoond. Er zit gebruikssporen aan alle kanten. Ik heb een litteken erbij. Dus als het gaat over kwetsbaar, dan vind ik het heel veel zeggen in een verhaal. Wat daar mooi aan is, aan de rollen die je speelt in deze leeftijd, is dat je veel meer mee kan geven. Veel meer diepte kan geven aan een personage, veel meer relief. En dat is ook, vind ik, het mooie aan films, als je lagen eraf kan pellen. Dat het gaat over wat er overblijft, de kern. Hou van mij, hou me vast. Dat je echt daar komt. Dat lelijk mag zijn en rauw en ellendig. Dat je kan huilen met veel snot of zo. Dat je bijvoorbeeld lelijk durft te zijn in een film, dat vind ik vaak heel naakt, heel mooi.